Dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte, ja. Nou, ik heb net een livestream gedaan van de nieuwe Metro beta versie en in die livestream heb ik gezegd dat ik nog even weg moest. Wat ben ik nou in godsnaam? Oh ja, ik weet alweer wat ik aan het zoeken was. Check, want anders kan ik niet roken. In die livestream zei ik dus dat ik nog even wat ging doen. Het is inmiddels 10 uur. En... oh my god, ik ga nu pas weg. Ik ga nu om 10 uur gewoon een vlog opnemen. Denk je, hè? Om 10 uur een vlog opnemen? Het is fucking donker buiten al. Kijk hier, helemaal donker. En ik ga gewoon een vlog opnemen. Ja, ja. Ik moet nog wat dingen opnemen. Zal ik het nu zeggen of zal ik het daar zeggen? Nee, ik zeg het daar pas. Ik heb met Kevin afgesproken. Of nou ja, ik heb tegen Kevin gezegd van, joh, heb je zin om ook te komen? Toen heb hij gezegd ja. Dus als het goed is, is Kevin er dadelijk ook. En ik moet nog een lamp meenemen, want het zal wel fucking donker wezen daar zo. Dat kut licht. Oh. Ja, ik heb... Nou, wow, dat is veel licht. Wow. Word er helemaal bang ervan. Nou ja, we gaan wel zien of dat het helpt. Ik denk niet dat het echt helpt, want het is wel ontzettend weinig licht. Maar goed, we gaan gewoon even kijken of dat het lukt. Wat ik van plan ben. Ik had het erover thumbnails die ik moest maken. Daar is dit donkere weer voor en die parkeergarage nodig. Dat is alvast één ding. Wat ik voor de rest allemaal ga doen, dat ga ik nog niet vertellen. Ik ga nu mijn spullen pakken en dan pak ik de auto en dan ga ik richting de parkeerplaats. En dat is op Akkerhof. Niet zo echt een lekkere buurt. Maar... ja, het is niet echt zo'n lekkere buurt, maar goed, ik ga daar eigenlijk heen omdat het een bepaalde soort parkeergarage is. En wat dat is en waarom ik dat een speciale parkeergarage vind, dat horen jullie dadelijk. Ik ga even mijn spullen pakken allemaal en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer als ik er ben. Tot zo! Zo, nou, ik ben in ieder geval op de afgesproken plek. Ik dus even wacht op Kevin. En dan ga ik even wat opnemen hier. Nou, zullen jullie denken van, waarom hier? Waarom deze parkeerplaats? Nou, ik zal de parkeerplaats laten zien. Ik weet niet of het donker is trouwens. Want het is voor mij wel fucking donker overal. Klaar, ik ben nog wel aardig te zien. Ik had eerst even, was ik even bang dat er geen genoeg licht was. Maar deze parkeerplaats... Ja, ik... dag een parkeerplaats. Ik denk, ja, dat heeft wel een beetje iets GTA-achters. Dus ik heb op een gegeven moment deze plek uitgekozen. Ik ga even hier 2 thumbnails opnemen voor de GTA-livestreams. Beetje stoeren. Ik kan als het goed is ook nog helemaal naar boven toe. Maar dan moeten we even kijken hoe dat precies zit allemaal. En ja, dan wil ik even gewoon gaan filmen. Ja, het is even wachten op Kevin. Ik weet niet van welke kant hij komt. Ja, je verwacht het niet altijd. Hij woont in Vogelenzang, dus hij moet van die kant afkomen. Van die kant. Maar met Kevin weet je het nooit. Het kan ook zijn dat hij vanaf de andere kant komt. Dus het is even afwachten. Maar ja, dit is dus de parkeerplaats van Akkerhof. En daar gaan we dus de nieuwe thumbnails opnemen. En hier wil ik ook de nieuwe outro gaan opnemen alvast.
Ja, we gaan even kijken, we gaan even wachten en dan zien we het wel wat het gaat worden. Het is in ieder geval nog wel vrij licht. Ik ben nog wel goed te zien. Ik hoop dat het binnenin ook een beetje, ja, het staat nog aardig wat TL-buizen. Dus ik hoop niet dat het helemaal stikdonker is, dat ik helemaal niks meer kan filmen, want dan kan ik er net zo goed gelijk mee stoppen. Maar dit is dus de PNR Spijkenissen, de Akkers parkeergarage. En daar gaan we dus even opnemen. Dat heb ik al 10 keer gezegd, maar dat maakt niet uit. Maar het is nou even wachten op Kevin. En dan moet ik eventjes vertellen van wat ik van plan ben, wat ik ga doen, waarom ik hier ben, wat ik ga doen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug als ik wat ga filmen. Tot zo. Nou, zo hebben we staan er hoor. Nou, ik heb het in ieder geval een beetje uitgelegd hoor. Er stond er wel een bord van... stond er wel een bord van... ja, je mag je eigen niet onverhoud op deze parkeerplaats doen zonder geldige reden. Nou, ik heb mijn auto geparkeerd. Dus ik zeg gewoon van, nou, ik heb mijn auto geparkeerd. Staat wel een beetje lullig, maar goed. Oh, okay, dan moet ik hem weer blazen natuurlijk, want mijn kenteken staat erop. Maar ja, ik wou hier even wat stukjes gaan opnemen. Moet even kijken hoor. Ja, wat kan ik het beste gaan doen? Ja, zo is het wel stoer zo. Als ik zo sta of zo. Zo, dit is wel donker hoor. Hey. Dat gaat niet. Ja, zo doosje, ja. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat niet lukken, want het is een beetje te donker. Het is een beetje te donker hier, hoor. Ja, ik dacht het al. Ik denk, ja, het zal wel erg donker wezen. Op bepaalde plekken. En ik heb wel een zaklamp bij me, maar dat ding dat is ook... Dat, ja, maar het is ook een zaklamp voor niks. Oh, er komt iemand aan. Hallo. Hi. Mr. Nieuwe ex. Hi, Sneeuwwitje. Hier is Sneeuwwitje. Hè? Hier is Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Hallo. Wow, zo. Ik wil naar huis. Oh nee, dat ben ik al. Oh nee, bijna. Nou, even kijken hoor. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Hoe moet ik dat gaan doen? Even nadenken hoor. Licht. Ja, nee, licht heb ik wel. Licht heb ik wel vanaf hier ook, denk ik. Maar je ziet echt geen... Piepen. Nee, je hoort net een piep hoor hier. Ze hebben het niet gehoord dat ik dat zei. Het is echt fuck. Wat is die druk? Wat doen al die mensen hier ook? Vragen, zeggen. Hebben leven. Ga de GTA gamen. Oh nee, dat doen alleen wij. Dat doen alleen wij. Wij zijn alleen GTA verslaafd. BMW jongen. BMW jongen. Zo'n vuurbal. Nou, we gaan er even hier opnemen, even kloten hier. Oh. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Nou, ze starten de motoren. Ik hoor stemmen. Ik hoor stemmen. Ah. Hi. Tot Annie. Hallo. Dat is een beetje rendeltje. Zwaaien. Hi, tot Annie. Hoi. Tot Annie. Dit is zo slecht, jongen. Als mensen dit terugkijken, dan denken ze: jee, had die een paar pilletjes op of zo? Ja, denk ik. Nee, nou, ik had één blikje Red Bull op. Ah, dat is te veel voor jou. Oh, ik heb trouwens nog geen Red Bull bij me. Energy. Nou, ja, ik dacht dat het wel geen gebeuren, dus ik denk: ik zal even mijn fabriek. Ik zal mijn fabriek maar oordrukken. Maar er gebeurde helemaal niks. Nou, doei! Hij zat al opnemen. 3, 2, 1. Ik zie mijn schaduw. Nee. Ik ruik in de lach. Sorry, overnieuw. 2, 3, 2. Kut. Poging nummer 3, 3, 2, 1.
Jezus. Ik ga lekker lang wachten. Oh my god. Zo, nou, we hebben een outrootje opgenomen. Jullie zagen het. Ik had even een stukje laten zien. De fouten. Oh, de fouten had ik even opgenomen. Ja, zijn we al een uur verder? Dus, we zijn geen uur bezig. Ja, ik dacht wel. Zo voelen het, 2 uur. Ik zit even aan een lekker blikje energy even. Kevin is er ook nog steeds. Hey. En, we hebben alvast een stukje outro hebben we opgenomen. Nou, dit is die parkeerplaats. Ik ben wel eens in deze flat geweest. En toen keek ik op deze parkeerplaats. Dacht ik echt dat deze parkeerplaats groter was. Het is echt maar een heel klein... Dat lijkt mij zo. Het is echt maar een klein kut parkeerplaatsie. Dus dat is het. Maar ik vond het wel een leuke locatie. Misschien gaan we dadelijk nog even op de tweede etage. Nog 1 etage hier lager. We moeten nog even wat foto's opnemen. Ja, ik wil meer liggen. Als het lukt. Ik denk wel dat het lukt dan, om daar dan een leuke foto te maken. En dan heb ik het weer gedaan. Ik ga hier ook niet te lang blijven. Want er stond ook op een bord beneden. Dat je niet zonder toestemming hier zomaar je eigen mag ophouden. Dus dat gaan we ook niet doen dan. We gaan nog even 1 etagetje lager en dan ga ik nog eventjes. Ik had trouwens er net haast. Ik reed er net haast mijn. ik reed er net haast mijn voorband naar de. Of mijn achterband haast naar de donder. Ik zat even weer niet op te letten. Nee, ja. Dus, maar we gaan eens even kijken of we nog even wat kunnen opnemen aan deze kant. En dan spreken jullie allemaal dadelijk weer, hoi. Ja, ik zie je wel, hè. Hoi. Hey, jij ook hier. Maar wat zei jij nou net? Wat was dat nou? Flikkerlicht. Zo slecht. Kijk. Flikkerlicht. Oké. Dat was hem. Zo slecht. Jij kwam ermee. Ja, goed. Zo, nou, dit is die andere. Nou, echt heel erg boeiend ook, hè. Zo'n parkeerplaats, hè. Er staat ook allemaal van die gare kutauto's. Ja. Nou, eens een keertje zo'n hele klassieke mooie auto zag. Dan had ik die als foto kunnen nemen. Maar nee, wat staat er? Alleen maar van die simpele, domme personenwagens. Nou ja, niet één getuned. Nou, als er een mooie getuned wagen stond, ging ik daarvoor staan. Ging ik daar een foto van maken. Maar het staat er niet. Wat zit hem hier voor je Volkswagen? Wat? Zit hem hier in je vlog? Oh. Voor je Volkswagen. Oh, zou ik hier mijn Volkswagen niet zetten? Ja, dat maar. Als ik hem nou kon importeren, zet ik hem even van het spel even hierin. Zet ik hem even hier op de parkeergarage en maak ik een foto ervan. Zet ik hem terug in het spel. Ik speel te veel. Oh jee, ik ben gameverslaafd. Oh my god. Nou, ik ga nog even kijken of ik ook nog wat foto's kan maken hier, ho. En dan spreek ik jullie allemaal. Tel ik weer, tot zo. Ah, ja, maar wel eens. Ja, hij zegt. Ik zeg, volgens mij wordt het. Hé, hey, een poes. Poesie, mouw. Ik ga poesie achter. Pas op, het vlucht. Zal die. Ja, hij neemt de pin. Hij neemt de benen. Kom hier. Oh joh. Hey, kom maar. Hoef niet bang te zijn. Ah, oh, hij heeft 3 pootjes. Ah, oh, hey lieve schat. Ah, oh, kom eens. Hey. Ah, oh, wat zielig. Ah, oh, dit vind ik echt. Oh, wat vind ik echt zielig. Aan mijn 3 pootjes. Ja, schat, dit, hè? Ja, hey. Kom maar. Hoef niet bang te zijn, hoor. Ik doe jou niks. Ga je met mij mee naar huis? Krijg je brekkies? Ah, oh, echt zielig. Moet ik kijken hoe die... Ah, oh, dit vind ik echt zielig. Hij kan lopen. Ja, dat wel, maar hij loopt helemaal te hinkelen, man. Ja. Dat vind ik echt zielig. Jo, echt waar. Kan jij hem niet een been geven? Dus, ik heb wel even wat fotootjes gemaakt. Ik ga gewoon even kijken. Ga ik even thuis foto's bekijken. En dan ga ik wel kijken of er wat leuks uitkomt. Misschien verzin ik nog wel wat anders leuks. Maar in ieder geval heb ik een nieuwe outro opgenomen. En,
Ik ben wel een beetje klaar hier zo. Ik heb in ieder geval. Oh, ik heb in ieder geval hele leuke reacties gehad vandaag op de Metro Simulator vlog. Ik wil in de toekomst wil ik echt meer andere games ook gaan spelen. Niet alleen GTA. Ik heb heel veel vanavond in de livestream gehoord van joh, maar eindelijk eens een keertje een andere video in plaats van alleen maar GTA. Dus wat dat betreft ben ik toch van plan om wat meer andere video's ook te gaan maken. Ja, laat even in de comments achter wat jullie nog suggesties hebben. En nee. Hey, ik hoor een heel bekend muziekje. Ik hoor een heel bekend muziekje. Ik hoor een heel bekend muziekje. Ja, we gaan gewoon weg. Nou, doei. Doei. Laat even in de comments achter van joh, als je nog suggesties hebt voor een leuk spel of zo, dan hoor ik dat graag. En nee, geen Fortnite, want dat speel ik niet, want dat vind ik echt een rukspel. Wat is Fortnite een ontiegelijk saai rotspel, zeg je? Jeetje. Maar binnenkort ga ik dus nog even een keertje Minecraft doen en nog een keertje Planet Coaster en natuurlijk Metro Simulator. Ik had heel veel positieve dingen van. Heel veel positieve reacties op Metro Simulator. Dus dat ga ik ook binnenkort weer even een keer doen. Jullie hebben het gezien, nieuwe beta-versies uit. Met de 53 en de 5400 serie van de Rotterdamse Metro. Echt, ik ben er ontzettend blij mee. Eindelijk eens een keertje weer wat ander materiaal erbij, want de 55 en de 5600, dat is leuk, horen er ook bij, maar het is nou niet echt, die 53 en de 5400, die horen er ook gewoon bij en het is gewoon wel leuk om ook een beetje wisseling te krijgen in het metro materiaal. Ja, maar... Kevin is al de hele avond bezig, jongens. Echt, jongen. Het zijn maar metro-stellen. Het zijn maar metro-dingen. Dus het is geen gevaar erbij. Ja, maar het is wel mooi. Hoi. Hi. Ja, doe ik niet. Zit weer op zijn telefoon. Ik zie weer met je vriendin te appen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, vandaar. Nou, ik ga hem hier aan deze kant ga ik hem neerleggen, jongens. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Tot even. Zo, ik schrik me echt. Ik schrik me helemaal de tering. Zo, ik denk. Er komt een of andere randebiel. En trouwens, dat doe je nog verkeerd ook. Nee. Trouwens, dat doe je nog verkeerd ook. Nee. Jawel, dat deed je verkeerd. Niet hier. Jawel, dan moet je gewoon zo doen. Dan moet je gewoon zo doen van. Zo doe je dat. Op de Ramon-stijl. Nou. Ja, maar Ramon is niet hier. Zeg even dag tegen Ria. Wie is Ria? Dag Ria. Dag Ria. Dat doet hij weer echt heel lomp. Nou, in ieder geval jongens, ik ga hem aan deze kant ga ik hem neerleggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, dat doe je. Jij zegt altijd van, ja, is goed Ria. Oh. Is goed, Ria. Ik zei, nou, doe even de groet aan Ria. Maar dat is voor Kevrijts. Ja, ook. Dag, Kevrijts. Doei. Ja. Kevrijts. Doei. Punt. Nou, oké. Okay. Nou, Kevin gaat inmiddels naar huis toe. Nee, ik hoop dat jullie het even leuk vonden. Het was even een random vlogje, eventjes. Het was ook niet zo'n lange vlog. Maar gewoon eventjes wat dingen opgenomen. En ik vond het toch wel leuk om even te laten zien waar ik dan mee bezig ben en wat ik doe. Hou ook mijn Twitter-account in de gaten. Dan kunnen jullie ook allemaal het laatste nieuws zien. Wat ik allemaal doe en waar ik allemaal mee bezig ben en wat me bezighoudt. Nou, ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze... Waarom zit je nou de hele tijd door mijn vlog heen? Ga gewoon weg, met je gehoest. Moest even. Oh, hij moest even hoesten. Nou, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. En op... En deabonneer op normaal. Ik bedoel, abonneer op normaal. Wat? Deabonneer op... Even bijkomen. Deabonneer op abnormaal en doe een abonneer.
abonneer op It's Ultrex. Goed zo, Kevin. Nee, niet op jouw abonneer kanaal. Abonneer op It's Ultrex. En ik heb nooit meer abonneer op mijn kanaal. Ja, het duurt nog even. Ik heb uit zeer betrouwbare bron gehoord dat het ongeveer nog 4 jaar duurt voordat de eerste video weer online komt. Dus jullie kunnen voorlopig nog wel eventjes wachten. Nou ja, gaat als goed is, maandag gaat hij weer wat opnemen. Dus ik hoop dat maandag, dinsdag of woensdag, dat er dan wel weer wat online komt. Misschien, ja toch? Ja, dinsdag of woensdag komt er dan wel, komt er wel weer een nieuwe. Komt er eindelijk weer een video online op normaal. Nou, de groetjes allemaal van deze kant. Ja, doei. Doe de groeten aan Ria, wat ze ons leuk vinden. Ja, is goed. En ik zou zeggen, jongens, de groetjes. En jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Pof. Zo. Die was fout. Skabidi. Oh my fucking god. Skabidi. Is goed, Ria. Nou, ik ga gewoon weg. Ik ga gewoon weg. Ik ga het gewoon ergens anders opnemen. Tering. Nee, rot op. Rot op, Kevin. Kevin. Jij hebt nog niet zien, Jan. En de groetjes allemaal. En jullie. Dit is geen GTA. Wegwezen op donderen. Daar is het wel. Oh, wacht maar. Nee, ah. Fuck. Ik ben helemaal buiten huis. Ik stik te moord. Ik heb fucking benauwd. Wel buiten adem. Ja. Ik heb geen conditie. Skabadi, skabadu. Skabadaba. Doei. Skabadi, skabadu. Skabadabadu. Ik hou er mee op. Ik heb er geen zin meer in. Oh fuck, dit is erg.